Yo kijkers van de GS, en leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe Puinvlog. Met vandaag de enige echte vlakbank van Ham Schaaf. Yeah! Ja, jongens en meisjes, jullie dachten natuurlijk al gelijk, och, een nieuwe Beunvlog, fantastisch. Ja, inderdaad, een nieuwe Beunvlog. En vandaag maken wij een vlakbank van een handschaaf. En daarvoor heb je natuurlijk nodig een elektrische handschaaf. Onos elektrische handschaaf. Ah. Met natuurlijk een stukje plakband. En je vraagt natuurlijk gelijk af, Tom, waarom zit er nou zo'n fantastisch stukje plakband ermee? Dat heeft natuurlijk de fantastische reden. Dan blijft de schakelaar ingeduwd. Dus dan kan ik met de stekker aan en uit doen. Fantastisch, maar wel gevaarlijk. Don't try this at home, P. Nou hebben we de installatie klaar. We hoeven hem alleen nog even in te spannen. En dan kunnen we de veiligheid, oftewel het hele idee van de vlakbank, erop spannen. Feest! Om de veiligheid erin te houden, moeten we natuurlijk zorgen voor veiligheid. En dat doen we met een PVC-pijp. Want dat is er nou veiliger dan een PVC-pijp. We hebben hier nou een PVC-pijp liggen en eroverheen zit een kleiner PVC-pijpje. Deze zorgt voor de wrijving zodat de balk er mooi en soepel doorheen kan. En om de PVC-pijp goed te laten liggen, hebben we natuurlijk tape. Want wat is een beunvlog zonder beungereedschap? En als het dan af en toe niet wil, dan spuit er gewoon een beetje WD-40 erin. Deze test is zeker gelukt. Nou, deze test is zeker de moeite waard. Vind je voor deze test. Hij is mooi glad. Het is ja, toch wel echt gelukt om het zo maar te zeggen. Hij doet wat hij moet doen. Beetje WD-40 tussen, dan gaat het helemaal tip top in orde. Ja, fantastisch. Fantastisch. Vond je deze video leuk en wil je nou meer van deze beunvlog zien? Dan kan dat zeker in de playlist die daar of daar ergens staat. In ieder geval bij random video of playlist of zo, weet ik veel. Klik zeker voor de vorige beunvlog ook ergens aan deze kant. Dat staat bij vorige video. Klik daar maar gewoon op en dan kom je bij de vorige beunvlog. En vond je deze video nou zo fantastisch dat je denkt, ik wil die in heel de wereld laten zien, dan kan dat zeker door te delen op Facebook, Twitter en Instagram. Hashtag de creëerzender of @decreëerzender, je vindt ons sowieso. En als je nieuw bent en je vindt het nou zo fantastisch net als ik, dan kun je zeker altijd abonneren en een like achterlaten. Dan zie ik jullie volgende week. Doei!